Welkom bij deze Autovisie vlog. Mijn naam is Peter Hillhorst en dat is de BMW M2 Competition. De auto die de gewone M2 gaat vervangen, die gaat uit productie. En deze auto wordt vanaf oktober leverbaar, vanaf prijs 100.000 euro. De gewone M2 was er vanaf 80. Er staan er nog 6 in Nederland op voorraad, dus ja, ik denk dat je nu wel een goede deal kan doen. Maar waarschijnlijker is dit de versie die je wil hebben. En ik ga je vertellen waarom. Dat zal je al gezien hebben. Grotere nieren, grotere openingen in de onderbumper, daarachter allemaal radiatoren, liggend een oliekoeler, daar ook een radiator. En dat heeft alles te maken met wat er onder de motorkap van deze auto ligt. Dat is niet meer de N55, maar dit is een echte M-motor, de S55 uit de M3 en de M4. 410 pk, 550 newtonmeter. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom deze motor nu in de M2 ligt. Op de eerste plaats omdat de concurrentie allemaal meer dan 400 pk levert. Die oude was er ook wel toe te tunen, maar met deze gaat het veel makkelijker. En niet onbelangrijk, emissie-eisen. Deze motor heeft een partikelfilter, dat zat er al op in de M3 en in de M4. En dat is nu helemaal nodig. Dus ja, dat zijn eigenlijk de redenen waarom deze motor hier nu in ligt. Nou, zoals je kunt zien, deze brace van carbon komt uit de M3 en M4. En hier liggen ook nog twee veerpootbruggen, of één veerpoot. Die zeg maar van de veertorens naar het schutbord gaat voor extra stijfheid. Want deze auto is een stuk stijver in de neus vooral dan de gewone M2 was. Hij is ook zwaarder, 55 kilo. Dat komt deels door de motor. Het motorblok zelf is maar 2 kilo zwaarder dan de N55 uit de vorige M2. Maar ja, er zijn natuurlijk ook grotere radiatoren, meer koelvloeistof, meer olie. Vul het allemaal maar aan. En aan de achterkant ligt ook een zwaardere einddemper. Ik weet niet of je die zo kan zien, maar hier ligt een enorm brok metaal. Die uitlaat is ook anders, omdat het nu een twin turbo is. Hè. Hij heeft twee monoscroll turbo's in plaats van één twinscroll. Dus het hele uitlaattraject is heel anders. Ander uitlaatspruitstuk. En dat zorgt er ook voor dat hij iets zwaarder is geworden. Veren, dempers zijn hetzelfde gebleven. Nog steeds geen instelbare dempers om de prijs laag te houden en om niet te dicht in de buurt van de M4 te komen. Ja, lekkere auto om te zien toch? Mooie uitlaten, mooie wielen. Dit zijn de optionele wielen, 19 inch. Die heeft die standaard ook, maar deze wielen zijn, ja, dit is een design ding. Deze wegen 1 kilo per stuk meer dan het standaard 19 inch wiel. Dus dit kies je puur om het design. Dat zijn wel mooie wielen. Remmen, dit zijn de optionele remmen. Die zijn groter, hebben een grotere capaciteit. Het setje weegt wel 15 kilo meer dan het standaard spul. En dat standaard spul, dat zijn gewoon de remmen van de M4. Deze hebben een grotere diameter. Dat zorgt niet voor een kortere remafstand, maar dat zorgt vooral voor een betere consistentie. Je kan vaker hard remmen als je op het circuit gaat rijden. Spare-diff zit er uiteraard onder. Is ook iets aangepast natuurlijk aan het hogere vermogen van deze motor. Hoogtoeriger natuurlijk. 7600 toeren draait hij. 550 newtonmeter, 410 pk. 100.000 euro met de 7-traps DCT-bak. Met deze handgeschakelde 6-bak kost hij 8.000 euro meer. Nou, in het interieur is verder niet zo heel veel veranderd. Een paar dingetjes. M2-knop. M1-knop voor je voorkeur, instellingen van besturing, ESP en dat soort zaken. En je kan nu een aantal dingen instellen. Gasrespons, besturing, leeg knopje, want geen instelbare dempers. Mooie stoelen. Echt wel een lekker interieur waar de sportiviteit niet vanaf spat, maar wat wel uit details blijkt. Ja, dat zijn een beetje de headlines van deze M2 Competition, ook geen carbon dak, zou ook te duur maken, maar gewoon een hele lekkere, agressieve auto om te zien, zeker met die nieuwe neus. Maar ja, dat is de theorie, tijd voor de praktijk op het Ascari Race Resort in Zuid-Spanje. Nou, daar gaan we het
circuit op. Kijken of we die 40 pk en 50 Nm gaan voelen. Uitkomen. En je merkt dat er wat meer connectie is rond de middenstand. Dat hij wat sneller reageert. Hier over de curbs heen. Beetje overstuur. Dat hij wat feller instuurt. Dus wat meer... Beetje overstuur, lekker hoor. Lekker smeren met die kont zoals die emmertjes dat zo lekker kunnen. Hier tikje op de rem, insturen. Beetje overstuur, iets te vroeg op het gas. En vol door die versnelling heen. Tikje op de rem, hele snelle bocht. Hard op de rem. Ja, lekker rempedaal. Goed doseerbaar. Fijne vertraging, lekkere bite. Ja, dit is een heel technisch stukje. Beetje onderstuur hier. En als je op je gas gaat, dan is het gelijk die achterkant die ja, door die 550 Nm omkomt. Dus eigenlijk is het weggedrag. Ja, bocht in is ja, vooral veranderd omdat hij wat scherper en wat feller instuurt. En in het tweede deel van de bocht... merk je dat hij wat eerder wil oversturen. Want je hebt nou eenmaal meer koppel. Oeh, snelle bocht bij een beetje onderstuur. Een beetje veiligheidsonderstuur. Hard remmen. Vol over die curbs. Oh. Die demping is nog steeds niet heel hard. En dat is... wel lekker. Want daardoor is die achterkant is die niet zo listig als je zou verwachten misschien op basis van de cijfers. Hè? Het is natuurlijk veel kracht, korte wielbasis. Korte wielbasis en grote spoorbreedte. Dus het is een heel vierkant autootje. Maar doordat die demping niet zo, ja, niet zo hard is, is het niet zo dat die achterkant onder je vandaan springt, maar dat die meer onder je vandaan veegt. En dat is lekker, dat voelt lekker, voelt het goed aan. Oh. Lekker hoor, zo communicatief. En zo fel die motor. Die motor is duidelijk feller, agressiever. Klinkt ook iets natuurlijker. En weer door die versnelling heen. Hoor het geluid. Bam! Snelle bocht. Oh, lekker zeg. Beetje onderstuur. Op je gas, overstuur, nog meer overstuur, nog meer overstuur. Ah, krijg er warm van. Wat een lekkere, leuke, eerlijke auto. Als je van je gas gaat, instuurt, beetje onderstuur, gas erop, overstuur. Ja. Hoe duidelijk wil je het hebben? Hoe duidelijk wil je het hebben? Motor zorgt voor meer beleving, meer kracht, meer snelheid. Meer het M-gevoel. Klinkt beter ook. Over de curbs
Bridgestone, ja, je stuurt die lekker in hoor. Een klein beetje onderstuur, maar dat zet niet door daar. Dan stuur je gewoon iets verder in en dan pakt hij alsnog. En dan ga je werken aan een exit. Lekker, dit is M op zijn best. Achterwiel aangedreven. Onderstuur, overstuur, alles komt voorbij. Het is allemaal net wat scherper en ja, feller. Motor, bak, neus stuurt beter in. Zet zich niet zozeer sneller. Maar hij reageert vooral rapper. Hij roteert beter. Hij stuurt beter in. Ja, en met 550 Newtonmeter op de achterwielen. Ah, heerlijk. Heerlijke auto. En moet je dan gaan voor die voorraad M2's die er nog staan? Dan kun je misschien een leuke deal maken. Of moet je toch gewoon wachten tot oktober en deze M2 Competition kopen? Dan maar iets meer uitgeven. Ja, het antwoord lijkt me duidelijk. Het antwoord lijkt me duidelijk. Dit voelt nog meer dan de M2 aan als een echte M. Speels, communicatief, veel beleving. Minpunten. Nou, niet heel veel eerlijk gezegd. Misschien die demping, die zou misschien nog wat harder mogen. Of in ieder geval instelbaar. Dat zou ik wel graag willen hebben. Dan zou je toch net wat meer... Ik weet het van mijn hoofd. Dan zou je misschien toch net wat meer... Ja, scherp te krijgen nog, maar daar wordt hij waarschijnlijk ook wat intimiderender van. En dat is nu helemaal niet het geval. Ik denk serieus dat ik hem liever heb dan een M4. Het is wat compacter. Het is wat handelbaarder. Het is iets minder brusk en lomp. En daardoor, ja, voor mij zou ik hier meer rijplezier aan beleven. Deze BMW M2 Competition... is BMW M op zijn allerbest.